Breda Nu. Je weet het meteen. Nadat de zusters vorige week naar hun nieuw onderkomen verhuisden, ontving NATV op 8 mei de sleutel van het klooster aan de Hopmanstraat. Het klooster zal ruim een jaar verbouwd worden en deel uit gaan maken van de nieuwe NATV-campus. Uw fijnvoelende woorden in de ontvangende uitnodiging voor deze sleuteloverdracht gaf ons energie om het positief over te dragen. Met de Franciscaanse groet wens ik u namens ons allen vrede en alle goeds. De campus wordt een groene parkachtige omgeving. Het klooster waar we nu zijn is een van de drie gebouwen waar we straks gebruik van kunnen maken. En daarnaast houden we het grote N-gebouw en het H-gebouw dat ook op het terrein staat erbij. Dus ja, het beeld dat we willen geven is een groene omgeving waar studenten, maar ook mensen uit de omgeving van de NATV naartoe kunnen komen om bij elkaar te komen, elkaar te ontmoeten, samen te studeren, te werken, maar ook gewoon leuke dingen te doen. Met drie gebouwen. En in de gebouwen worden dan de onderwijsfuncties georganiseerd. Maar komen ook bedrijven, de start-ups krijgen een eigen plekje. Komen horecafaciliteiten, er komt een restaurant. Dus ja, het wordt een hele diverse, maar wel een hele dynamische en turbulente omgeving. Op het moment bestaat de NATV uit vier verschillende gebouwen, verspreid over heel Breda. Waarom is er nu gekozen om één grote campus te bouwen? Nou, het is eigenlijk de ultieme droom, zou je bijna kunnen zeggen, van NATV. Omdat het de mogelijkheid biedt dat de vijf academies van NATV en alle medewerkers veel nauwer dan nu het geval is kunnen gaan samenwerken. En een omgeving waar academies, medewerkers en studenten elkaar ontmoeten met alle kruisbestuivingen van dien. En wij zijn natuurlijk een toch wel thematisch georganiseerde hogeschool. We hebben een bepaalde focus in onze vakgebieden. Die hebben allemaal iets met elkaar te maken. Dus het is heel normaal en ook heel goed dat je elkaar hier straks dagelijks tegenkomen.